En leuk dat je kijkt naar weer een gloednieuwe vlog hier op It's Ultrex, hier op mijn kanaal. En jongens, waar ben ik nou weer terechtgekomen? Waar ben ik nou weer ergens beland? Ik weet niet waar ik beland ben, maar ik wil even kijken een beetje de omgeving. Dit is de omgeving. Ik krijg nou wat. Ik ben in de hoek van Holland. Oh my god, ik hoop maar niet dat ik Kevin tegenkom. Doe gauw even mijn zonnebril op. Want ik wil niet dat hij me herkent. Ik moet gauw wegwezen hier, oh. Nou, ik neem even gauw de benen, want anders komt hij dadelijk nog achter man, die gek. En ja, jullie zien het, jongens. Ik ben helemaal weer alleen, hè. Ik was... vorige week was ik hier aan de overkant, was ik hier, oh. In Rozenburg bij de Landtong. En nu loop ik in de hoek van Holland en ik ben weer alleen. Ja, ze laten me weer in de steek, hè. Er is weer helemaal niemand. Geen Ramon, geen Kevin. En het hebben ook zijn voordelen, weet je wel. Kijk, je hebt niet die achterlijke Ramon en die achterlijke Kevin. En vooral dan die achterlijke Ramon, weet je wel. Dat is zo'n irritant mannetje. Dan kan ik het elke keer zeggen. Oh, hier. Hé, hey, wat doe jij nou hier, ho? Wat doe jij nou hier? Ik was ook een beetje zo, joh. Sorry. Waar kom jij nou ineens vandaan? Ja, kom maar eens even zo, maar dat iets ineens hier of zo, hé. Hoe kan dat nou? Die gozer is gewoon het water over gezwommen. Die gozer is helemaal gek, man. Wat kom jij nou allemaal doen? Ja, lekker dat loopt hij hier gewoon over het water heen, hier, ho? En dan lekker dat wat was je oer. Ja, waar was het nou lang zwemmen? Nog, hele goede, dat denk ik best wel aardig stukje. Nou, jongen, zeg. Ik denk, wat gebeurt er nou ineens? Ik denk, nou, ik ben helemaal alleen. Want ik ben echt hier alleen naartoe gereden. Ja, jullie geloven dat ook natuurlijk gelijk, hè? Jullie geloven dat ook natuurlijk ook gelijk. Nee, we zijn in Hoek van Holland. En ja, ik denk, gaan we maar even hier kijken, hè. Nou, ik had 3 uur geleden een berichtje gestuurd. Maar meneer de jager, je reageert me niet. Jongen. Ik heb verdorie alles van jou over. En reageer maar naar jou. En maar reageren, nee, hè, op zijn eigen fans. Hè. Schandalig, echt waar, jongen. Ik vind het echt schandalig. Kevin, schaam je. Dat zou geen doen, hè. Nee, ja, we zijn in Hoek van Holland, jongens. We zijn in Hoek van Holland. Hoek van Holland, kijk. Daar zo heb je die brug zitten. Ja, die brug, ja. Ja, dat is mooi. En dat is die brug waar ik van de week overheen gereden ben toen ik naar de Landtong ging. Oh, naar de Landtong. Ja. Dus, nou moet ik even kijken. Want deze huizen stonden er ook op. Die stonden wat verder weg. Dus ik denk ongeveer hier aan de overkant, dat moet de Landtong zijn. Want ik ben natuurlijk vorige week naar de... Ja, die heb jij nog niet gezien zeker. Die nieuwe vlog van mij. Ja, die vlog die is vandaag uitgekomen. En deze vlog die heb ik... Dus deze vlog is opgenomen op de dag dat de vorige vlog uitgekomen is. Dus kijk, ja, hier ook ongeveer. Ja, ik zie daar auto's staan. Ik denk dat dat de Landtong is, jongens. Nou, van de week stond ik hier aan de overkant. En ja, was het keihard regenen. Zo, ik waaide echt helemaal weg, hè. Je hoorde me ook bijna niet. Ja, dat is inderdaad niks. Ik heb volgens mij wel 3 keer in het filmpje gezegd van, sorry voor de slechte kwaliteit van het geluid. Want het stormde en het regende zelfs, hè. En toen kwam ik terug en toen vroeg ik eigenlijk aan de jongens van, joh, heb het nog geregend? Nee, het heeft bij Spijkenisse niet geregend. Nou, ik stond op de Landtong en ik regende helemaal bekant weg hier. Ja, heb je dat? Ja, 11 september is er niks gebeurd. Nee, dat doet hij weer niet, hè. Kijk, dat moet je even zo doen, hè. Kijk, doe ik even zo. Ja, heb je dat? Ja. Hij wil niet wezen. Hij wil niet. Oh, wat een gek huis. Hij is een fijn. Kijk, dat heb ik een hele mooie boot. Want deze boot, die heb ik ook gefilmd. En die had ik ook naar Engeland toe zeker, of niet? Ja. Ik heb nog goed ook, dat is mooi, hè. Deze boot heb ik gefilmd van de week. Of nou ja, zo'n boot heb ik in ieder geval gefilmd. Als het goed is, als de P&O Noordzee Ferry op staat, is het de boot die ik gefilmd heb. Is het niet gek, hè? Het is wel een goede, hè? Dat is mooi, hè? Ja, want dat was daar zo, dus daar is de Landtong, jongens. Waar ik nu naartoe zoom, dat is ook vooral mooi water. Dat is dan de Landtong. Daar heb ik vorige week gestaan. Vorige week heb ik daar gestaan, precies aan de overkant. Zie je die auto staan? Ja. Daar heb ik gestaan van de week. Ja, dat Nou, en nou sta ik dus aan de overkant. Daarom zei ik ook, ik had stiekem gespoilerd van toen ik Hoek van Holland zei ik nog tussen de geruis door van, ga ik nou spoileren? Nou, dat was dus een spoiler. Ik ben vandaag in Hoek van Holland, jongens. Ja, en dat
dat is hartstikke mooi hier zo. Dat was niet verkeerd. Ja, vind je het mooi hier ook? Nou, ja. Ik vind het gepest eigenlijk om. Vooral die mooie pedo daar zo die achterin staat. Ja, zeker weten. Ja, stenenlijn. Zie je wel? Ja, er staat stenenlijn op. Ja, dat is inderdaad niet verkeerd. Hè. Zie je? Dat is stenenlijn. Nou, is nog eentje van de Pino Noceverwies. Ik zal er eens even een foto van maken, als het lukt. Ga jij eens even de foto ervan maken? Ja, heb je dat? Ja. Nee, het is echt ontzettend mooi hier, jongens. Ja, ik kan niet verder lopen, want kijk, ze hebben hier een of andere deur neergezet hier ook. Dat je niet verder kan lopen, maar hier kan je wel staan. Nou, en dit is aan de overkant is de botplek. Maasvlakte. Maasvlakte is daar zo, precies aan de andere kant van de weg. Is niet gek, maar toch goed, hè? Bitterzoon. Dus vandaag. Oh! Oh, dan ben ik weg. Oh, jij hebt hem in je hand. Zo, ik wou zeggen van ik heb hem. Ik heb de flesje heb ik niet meer terug meegenomen. Nee, ik had de kolenflesje had ik bij me. En ja, die had ik ergens achter gezet. Maar ik denk, heb ik nou dat kolenflesje mee. Dat kolenflesje staat er nog. Maar Ramon is zo aardig om hem mee te nemen. Nou, echt prachtig hier, hè, jongens. Ja, ik heb het al. Ik heb het eigenlijk vorige week al gefilmd, of van de week gefilmd. En ja, dit is de andere kant dan. Ook wel weer een grappig ding. Ik denk, ik ga gewoon dit stukje even van twee kanten filmen. Vind ik wel leuk. En ik wil toch even kijken of dat ik nog wat dichter bij dat schip kan komen. Want het is wel heel erg mooi. Ik weet nog wel eens een keertje dat ik hier ergens gelopen heb toen. Maar dat was, ik weet niet meer of dat het nou deze kant was of de andere kant. Ben ik toe geweest. Nee, dat was de andere kant was dat. Dat was eigenlijk aan onze kant van het water. En daar had je ook zo'n soort, terminal. Kon je inchecken en zo. Ja, dus dat is wel leuk. Maar ook vanaf hier gaat er dus een boot naar Engeland. Dat denk ik in ieder geval. Vroeger had je hier een hoevenkracht. Heb ik ook nog, ben ik ook nog mee geweest. Ongeveer 3 uurtjes zat je van Hoek van Holland, zat je in Engeland, 3 uurtjes. En ik had toen, toevallig net de dag dat ik ging, hadden ze problemen. Dus wij hebben er gewoon 6 uur over gedaan, omdat ze maar op halve kracht vaarden. Nou, dat was wel grappig, ja. Ria, nou, we gaan eens even wachten tot Ria klaar is daar. Maar kijk, die staat daar weer te... Hey, Fappert! Kijk, Ramon staat daar even een fotootje te maken daar. Het is echt prachtig hier, hè. Kijk, die ondergaande zon, jongen. Fucking mooi. Ja, ja. Nou, we gaan hier even vloggen, hè. Hier ergens woont meneer de Jagert, hè. Waar zou die toch zijn, meneer de Jagert? Ik weet dat hij in een of andere flat woont. Maar ja. Ik vond het wel even leuk gewoon om even hier even te zijn. Het is hier toch best wel... het is hier best wel mooi. Moet kijken, hè. Mooi ondergaande zonnetje. Nou, hij neemt zijn tijd wel, meneer Ramon. Dus, hier allemaal campings allemaal. In ieder geval voor mij nog gewoon hier ook lekker gaan staan hier. Ook. En dan wil ik ook wel een campertje nemen. Lekker hier gewoon een beetje aan het water staan. Je zit hier best wel lekker hier eigenlijk. Dus verder is alles gesloten. Ik zie hier nog een ijskraampje nog. Dus ik ga kijken of ik wat dichter bij die boot kan komen. Nee, dat is met hekken afgesloten. Ik denk niet dat je daar dichterbij kan komen. Maar je hebt een soort haventje heb je. Dus dat is ook wel leuk. Grappig. Nou, hij neemt wel de tijd. Nou, ik ga hem even neerleggen. Want meneer de botenfapper, die heeft een fotomomentje. Je moet ook altijd zo lang wachten op die gozer. Het is leuk dat je hem meeneemt, maar je moet ook echt zo verschrikkelijk lang moet je wachten op die gozer. Echt, het is ongelooflijk. Oh, daar komt hij nou. Hè, daar heb je hem hoor. Ben je nou klaar, Ria? Oh, hij is klaar. Nou, hè, kun je je broek ophalen? Het duurt ook altijd zo lang bij die gozer, echt waar, hè? Het duurt ook echt zo lang.
Zo, hoeveel foto's hebben we wel niet gemaakt? Heb je gelijk je hele telefoon volgezet of zo? Jeetje, zeg jij. Voor mij heeft hij gelijk heel zijn telefoon helemaal volgeschoten, want het duurde zo. Oh, oh. Oh ja, ja, je kan hier niet komen, zie je wel. Ik dacht misschien kan je nog even dichter bij die dinges. Maar dat kan niet. Kijk, zie je, het is helemaal afgesloten. Dus we gaan de andere kant op. Kijk, je kan er niet heen. Het is helemaal met hek afgesloten. Dat is niet zo moeilijk. Dus, ik wil naar huis. Ik heb geen zin meer. En hij is wel wat te doen. Ja, dit is echt mooi, jongen, die ondergaande zon. Kijk die zon, jongen. Ja, is echt mooi. Echt een heerlijke dag nog. Als die helemaal ondergaat en je ziet zo'n rode zon, dan is het nog mooier. Ja, dat is nog mooier, maar dan moet je nog even wachten. Ja. Ik denk nog niet dat dat gelijk is. Ja, dan moet je nog even een paar uurtjes wachten, denk ik. Ja, als je die paar uurtjes hier gaat, moet je dan. Dat is ook maar net. Hoe lang het duurt. Maar hij is al aardig aan het ondergaan, de zon. Ja, dat is mooi. Is nou ja. Het is wel lekker hier, hoor, hè? Ja, dat heb je zo. Kijk, nou zien we nog een beetje de P&O, hè? Dat is mooi, hè? Ja, dan komt hij, de P&O. Zo van dichtbij is het nog zelfs mooi. Zie je de P&O? Daar haai je hem toevallig, daar haai je hem toevallig. Daar haai je hem toevallig, daar haai je hem toevallig. Je zit de haai hem. Daar haai je hem toevallig. Daar haai je hem, daar haai je hem. Oh jee, het lijkt heel zachter dat hij vaart, maar ik denk als je erin zit dat hij nog best wel een snelheid is hoor. Maar als je het zo van een afstandje ziet, dan lijkt het echt dat het heel langzaam is. Ja, dat is op zich wel mooi, maar het is super. Dat heb je zo'n goede dingen, dat is goed Pieter hoor. Kramonski, ja. Ja, dat is mooi hè. Zo, nou. Hè. Dat was toch weer voor zover, hè? We gaan nog even verder kijken. Nou, wat ik ook wel grappig vond, zag ik ineens vanuit de verte zag dat. Hier is Fort 1881, hoeveel land? Vond ik eigenlijk ook wel grappig. Dat is best wel grappig hier, hoor. Kijk eens. Dat is echt een. Moet kijken, joh, die boven. Je hebt echt zo'n soort tankachtige dingen dat je met. Zie je? Ja, die twee dingen, het is net alsof het inderdaad ja, een tank is of zo, maar... Lijkt net alsof het een tank is, man. Of iets wat... Echt wel grappig. Of iets wat van een bom uitkomt, zo... Ja, hè. Ja, vind ik wel heel grappig. Ja, het heeft wel weer wat goed zijn. Het heeft sowieso goede dingen. Ja, kun je daar langs lopen of zo? Oh, ja. Ja, geen idee, dat zou kunnen. Zie je nog wel aardig groot ook. Ja, dat wel. Een aardig groot oppervlakte. Ja, dat heeft wel een leuk. Daar heb ik nog wat. Hoe vond het ook heel veel bunkers trouwens? Ja, zo. Heel veel bunkers. En daar wou ik eigenlijk ook nog heel even kijken. Ja, toen de veert kwam. Ja. Bezichtigen. Ja, nou gewoon langs lopen. Ik ga er niet in. Nee. Maar, ja. Kijk, dat is wel grappig. Dat heeft wel weer wat goed. Gewoon weer dinges. Nou, heb je allemaal vreetentjes allemaal. Ik voel allemaal een vispaleis. Ik kan nog even vis gaan vreten. Een visje. Even lekker vis vreten. Haring, dat zal geen haring worden, maar ook minimaal een ander soort vis van die. Ja, dat is ook lekker. Kijk, zie je? Ja, dat is ook grappig, hè? Hey. Ja, dat is dat, ziet er wel grappig uit. Ja, het heeft toch wel veel goed, de Katwijk. Hier heb je Jutter eten en drinken. Jutter. Jutter. Jutter eten en drinken. En ja, wel grappig. Wel grappig, hè? Ja, dat is ik vind die Ford vond ik wel, vind ik wel bizar. Kijk nou, die P&O die vaart nou verderop. Kijk, die vaart nou daar zo. Kijk, kijk daar gaat hij. Dat is Peter Haag. Daar gaat hij. Daar haai hem en daar gaat hij. Daar haai hem nooit, daar haai hem toevallig, daar haai hem toevallig. En ook daar gaat hij weer, hè? Ook daar gaat hij weer. Daar gaat hij weer, daar gaat hij weer. Nou, hier is een stukje braakgelegen terrein en weer achter weer huisjes. Oh, dat is natuurlijk niet. Het is wel lekker rustig. Hier woon je wel lekker rustig volgens mij. Ja, wie weet hebben we misschien wel wat goed, zal ik maar zeggen. Waar staat mijn auto eigenlijk?
Die staat nog verder terug. Ja, ik denk dat ik dat ja, staat nog verder terug. Nou, we gaan weer even die kant op lopen en dan gaan we nog even de auto in en dan gaan we nog even verder kijken waar we ergens, ja, waar we even ergens naartoe gaan, hè? Ja, toch? Toppie. Ja, we gaan nog even verder kijken dan we nog even ergens anders heen kennen. Dus spreek jullie allemaal dadelijk weer. Tot zo. En ik heb nog lekker mijn cola flesje bij me, ja? Hier, oh, kijk. Lekker mijn cola flesje. Dat is mooi, ja. Doei! Nou, onder het lotto vreemde rare voorwerpen in Hoek van Holland vond ik dit hele rare exemplaar. Ik weet niet wat het in godsnaam is. Lijkt wel een of andere radio met een antenne of zo, maar het ziet er wel heel erg raar uit. Ik weet niet wat het is. Het is heel apart, zal ik zeggen. Heel apart iets. Ik weet het echt niet. Ik heb geen idee. Geen idee. Zo, je bent wel erg dichtbij. Ja, we zijn er. Ja, mooi. Ja. Raar apparaat. Ik heb zo... Nou, kijk nou eens. We hebben Kevin al gevonden. De restaurant, het jagerhuis. Ja, we hebben Kevrijts gevonden hoor. We hebben hem gevonden hoor, Kevrijts. De jager. De jagerhit. Hier heb je ook een mooie bunker. Ja. Zie je, kijk, dat is zo'n ouderwetse bunker. Kijk, hier heb je een bunker, Ramon. Ja. Kijk hier. Wow, hier hebben we er veel meer, man. Zo, fuck. Kijk hier, al die bunkers. Wow, yo. Nu staan we precies op bunker. Hier staan we er precies op, kijk. Ah, dat is mooi, hè? Dat is niet verkeerd, hè? Hele goeie, hè? Hier. Ja, dat is dat niet verkeerd, hè? Fuck, zeg, hé. Ja, dat is wel mooi. Zo, van een fucking bunker hier, hoor. Ja, dat is inderdaad niet gek, zou ik maar zeggen. Het heeft wel weer zo'n goede dingen zien, dat... Dat is wel beter voor de verandering. Dat is niet verkeerd. Dat heeft mooie dingen, inderdaad. Hier heb je er nog eentje. Kijk, hier heb je er nog eentje. Wow, wow. Kijk dit, jongen. Kijk, wij hebben het helemaal afgesloten. Zie je hem? Ze hebben een hek ervoor gedaan. Ja. Ze hebben hem helemaal afgesloten. Oh, hier kan je door. Ja, hier kan je doorheen. Maar wij gaan dat niet doen. Nee, dat gaan we niet. We gaan alleen de buitenkant filmen. Ja. Maar kijk, daar hebben ze ook een ding voor gedaan, zie je? Oh ja. Nou, dat was niet gek inderdaad. Dat heeft toch wel... Maar daar kon je naar binnen dan. Zo. Er staat zelfs nog een bord daar zo. Zie je? Kijk, hier is een bord. Ja, dat heeft wel heel goed. Ik maak even gewoon een foto van gewoon voor het joh. Atlantis. Ja. Atlantiqual Museum. Ja. Bizar, hè? Ja, dat is zeker niet gek. 010. Helemaal ondergekalkt helemaal en allemaal rotzooi legt er allemaal in. Blikjes en... Kijk nou joh. Dat heb je hier joh. Oh, hier heb je ook nog een trap naar beneden, zie je? Kijk, hier heb je ook nog zo'n trap. Je hebt daar weer een trap naar boven. En hier heb je ook nog een trapje naar beneden. Dat is ook afgesloten. Ze zijn allemaal afgesloten, zijn ze allemaal. Dat wist ik. Nou ja, kutfuck. Maar... Oh ja, deze is wel goed. Echt wel grappig man, al die bunkers allemaal. En verderop heb je er nog eentje. En hier heb je ook weer zo'n... Hier heb je ook weer zo'n soort... grappig joh. Ik vind het wel grappig. Kijk. Dat is dan niet, dat is dan niet echt een bunker of zo, maar het is gewoon een... niet echt een ingang of zo, maar... Het hoort wel bij een bunker. En je hebt hier gewoon allemaal bunkers hier gewoon allemaal staan. Kijk, daar hebben we er weer eentje staan daar zo. Met een hekwerk eromheen. En hier heb je dus... Dat is allemaal van de Tweede Wereldoorlog. Hier heb je er ook weer eentje. Hier heb je er ook weer eentje. Ja, maar... Echt heel heuvelachtig en zo. Echt wel grappig eigenlijk, hè. Kijk, joh.
Kijk, ik heb mijn korte broek aan. Maar dit loopt helemaal naar beneden zo. Hier, dit loopt helemaal naar beneden zo. Dan zou je daaronder ook weer helemaal kunnen lopen. Maar het is echt grappig. Nou, gaan we naar de volgende bunker. Als ik nou weer tenminste omhoog kan komen. Zo. Best wel mooi. Ik ben vaak hoekvollend geweest. Maar die bunkers, daar komt mij niet echt bekend voor of zo. Dat heb ik niet echt eerder gezien. Kijk, en hier heb je ook alweer allemaal van die hekwerken. En er zijn ook allemaal ingangen en tunnels. En het loopt gewoon helemaal door hier. Oh. Het loopt gewoon helemaal door. Dit geeft s'avonds wel een spooky gezicht hoor, denk ik. Als het dadelijk donker is, dan is het echt wel is het echt wel grappig. Kijk, hier heb je ook weer zo'n hekwerk. Nou, en hier heb je dan ook weer ja, allemaal hekken en zo. En, het is echt wel grappig. Hier heb je gewoon allemaal weer waar je kanten op kan lopen. Ook weer hekken. Nou, hier heb je ook weer een zo'n heel raar hekwerk en zo. Nou, hier heb je nog drie torens. Dat zijn die torens die ik dus aan de overkant gefilmd heb. Vier torens zijn het. Die heb ik toen gefilmd op de landtong. Nou, en hier heb je ook weer eens een... Oh, dat is helemaal... Kijk eens. Kijk, hier kun je gewoon opstaan. Nou, en hier heb je ook weer een of andere oude ingang of zo. En hier heb je ook weer een pad waar je in kan. Echt bizar. Echt bizar. Kijk. Hier heb je ook weer een ingang van iets of zo. En dit is de omgeving. Echt een heel raar gezicht is dit. Echt grappig. Dit doet me een beetje aan de horror-ding denken, weet ik voor wat. Het ziet er wel een beetje horror achteruit. Nou, en hier heb je ook allemaal van die hekken. En hier heb je dan ook weer... Yo! Alles goed? Oké. Okay. We werden net even lastig gevallen door een paar idioten. Een paar idioten waren er bezig. Dus ik zei tegen Ramon, loop even terug naar de auto. Kijken dat ze niks geflikt hebben, want ik vertrouw die gasten niet. Het zijn allemaal van die onbetrouwbare gasten allemaal. Ja, waar kan ik hier nou ergens naar beneden jumpen? Ik wou hier eigenlijk even naar beneden, maar dat gaat niet. Jawel, dat gaat wel, maar ik moet even wat kracht zetten. Nou, kijk eens. Hop! Kijk, en hier heb je ook weer zo'n tunnel. Kijk, en deze is gewoon open, daar zou je gewoon in kunnen. Zie je? Sommige zijn gewoon opengebroken. Misschien slapen er ook wel zwervers in of zo. Maar dit is gewoon helemaal open. Kijk, hier kun je gewoon doorlopen. Echt grappig. Kijk. Echt fucking erg hier. Echt gruwelijk dit zeg. Hier! Echt fucking bizar. Kijk, dan heb ik dit ook. Dit is dan de buitenkant, zie je. Nu loopt alles. Een of andere, hier nog een zandpad. Lopen we daar naartoe. Zie je? Waar we net waren was het boulevard. En hier heb je gewoon echt allemaal van die... Ik moet opletten dadelijk. Ik heb daar klachten dadelijk. Wacht, ik moet opletten dadelijk. Ga maar grapje uithalen.
Komt eraan. Maar ook nooit. Ja, hij komt daar. Marco. Marco. Ha, ja, ja, kie. Ha, ha. Mooi, ja. Hey, deze is gewoon fucking open, gek. Deze is gewoon open. Ja, ik ga er niet in. Voor 300.000 euro krijg ik me erin. Kijk, hè, what the fuck. Kijk, hier is het hek. Normaal zit er altijd zo'n hek voor. Kijk, ik leg hier ook. Maar deze is gewoon open. Die hebben ze open ge... Misschien slapen er wel zwervers in of zo, weet ik veel wat. Kijk, je kunt hem nou wel als trapje gebruiken. Trapje wel. Trapje wel, trapje niet. Nou, ik trap het trapje niet. Gutto, gutto. Als je daar loopt, moet je, daar, kijk, moet je hier naar beneden lopen. Ja, best even kiezen ergens. Zo, maar het is echt bizar, jongen. Je kunt daar gewoon naar binnen lopen. Hoppa. Kijk uit Ramon. Wat zeg. Kijk, moet je maar kijken, ik kan gewoon naar binnen lopen daar. Ja, dat is, echt bizar. Joehoe! Nee, ga je. Ja, wordt er ineens joehoe teruggeroepen. Hij verwacht. Echo! Hij verwacht echt dat er iemand terug hallo zegt of zo, of joehoe. Oh, voor de lol. Oh, voor de lol. Nou, hier heb je ook weer zo'n. Joehoe! Kijk, hier heb je ook weer zo'n tunnel. Kijk, en hier heb je ook weer zo'n. Zo'n plek. Zo, hé. Hey. Hé, hey, jij ook hier. Ah. Oh, die is ook gewoon open, joh. Oh nee, nee, hier zit een hek voor. Kijk, hier zit een hek voor. Kijk. Kijk, maar hier zit je. Hier zit ook weer een. Hier is ook weer een tunnel. Echt bizar, en daar nog een stuk. Dat je die kant op kan lopen. Ja, het hek zit ervoor. Ik kan het niet echt goed filmen, maar. In ieder geval heb je hier dus ook een ding. En dan heb je hier nog een ingang. En heb je hier ook nog een ingang. Grappig. Ja, dat heeft wel wat erg grappig. Ja, dat is mooi. Ja, dat is wel grappig. Dat wou ik even een keer. Ja, dat wou ik even een keertje gezien. Vond ik wel een keer grappig om een keertje te filmen. De bunkers van Hoek van Holland. Met de toepasselijke naam. Wat stond er nou op? Marco Bunker? Ja, Marco Bunker. Nou. Er zijn zelfs bunkers. Zijn er zelfs. Kijk, hier heb ik weer zo'n. Kijk, hier heb ik weer zo'n. Die hebben ze helemaal dicht gemaakt. Maar ja, sommigen hebben het dus open gemaakt. En ja, ik zat een keertje naar een andere YouTuber Valtex te kijken. Die was naar binnen gegaan. En ik ben niet zo held als hem. Misschien heb ik daarom ook wel niet zoveel abonnees. Maar in ieder geval. Ah! Oh! Zo, wat ik niet allemaal voor jullie over heb. Hè. Kijk, hier heb ik nog een ingang. Er zit ook weer een hekwerk voor. Nou, was wel even leuk om gezien te hebben, hè? Was wel even grappig. Ik ga het weer langzaam. Ga ik weer de andere kant op. Ja, hier heb je ook allemaal. Heb je daar ook nog bunkers daar zo? Ik weet het ook niet. Laten we gewoon kijken. We gaan gewoon even kijken. Zo. Oh. Oh, blok. Jeetje. Nee, hier heb je verder niks meer, denk ik. Hier heb je verder niks meer, Ramon, denk ik. Nee, val mee. Hier zie je verder niks meer. Ja, hij staat er
een hele mooie dame daar. Ja, tuurlijk. Kijk, beeldschoon. Beeldschoon. Log even op de camera. Ja, daar heeft ze dan wel weer gelijk in weer. Privacywet. Oh, nou dan blur ik je wel weg. Moet ik je nou weer wegblurren? Vrijgezel nog? Nee, dat zie je toch? Hé, potverdorie zeg. Zwanger. Nou. Dag. Ja, dan is het jammer. Ja, jammer nou zeg. Is ze nog zwanger en ja, ze is al bezet hè. Jammer hè. Jammer voor je Marco. Dan zeg je gewoon jammer voor je Marco. Ja, dat moet jij zeggen eigenlijk, Ramon. Ja, oké, nou, nee, maar het is... Zal ik dat even zeggen? Hè? Dat was wel even... Ja, jammer hè, ja, potsiediki. Nee, maar het was wel leuk om even dit even gezien te hebben. Ja, dat was inderdaad wel... Of vond jij ervan? Ja, ik vond het wel, wel grappig. Ik vond dat wel leuk om te zien. Dat was wel nee, ik zei net tegen de kijkers, ja. Zei ik al, van ja... Een tijdje terug keek ik naar een andere YouTuber, Voltex of zo heet die gozer, weet ik hoe die gozer heet. Die met die rode vlek in zijn nek. Die hele bekende YouTuber. En ja, was wel grappig. Die was er ook gewoon echt ingegaan, hè, in die bunkers. Dus, maar ja, dan moet je wel even goede spullen hebben en... En moet je ook echt de zaklamp hebben en zo, want ja, met een telefoontje bijschrijven, dat dus, maar die moest er ook halverwege, moesten die er volgens mij uit, voor mij was dat dezelfde video, dan moesten ze er halverwege uit, kreeg ze gewoon aan geen lucht meer. De lucht was gewoon helemaal, dus dat was wel leuk. Nou, die was eventjes een rondje Hoek van Holland, jongens. We kunnen nog eventjes, weet ik voor wat, zullen we nog eens wat gaan doen? Ik weet het ook niet. Heb je aan de andere kant nog wat? Ik weet niet wat je aan de overkant nog wat hebt. Ga nog even de overkant kijken. Ja, die weet en daarna gaan we weer gewoon naar huis kijken. Er staat de auto daar zo. Ja, precies. Daar er staat de auto in de geel. Daar is alles nog helemaal topje toe mee nog. Ja, dat is helemaal... Nou, eens even kijken wat hier op dit bord staat. Ja, nou ja. Ze zal er zin in hebben. Kijk, ze heeft er als geen zin in. Nou, ik zie liever dat het dan. Wat ik eerst mee maakte, dat is volgens mij. Ja, goed. Ook goed. Van Dix. Vrijwandelen. Honden aan de lijn, rijdt dus alleen toegang op aangegeven route, geen toegang tussen zonsondergang. Ik weet niet of dat je hier nog, ik weet niet of dat je hier bunkers hebt. Ik denk het niet. Nee, ik zie hier niet echt bunkers meer of zo. Ik denk dat het hier meer wandelroutes is. Dus het is meer hier een wandelroute, hè? Ja, anders weet ik dat niet verkeerd. Misschien heb je wel ergens verderop misschien wel strand ergens, ik weet het niet, dat zou zo ook. Ja, verderop heb je het strand. Dat is niet verkeerd. Kan je zwemmen, hè? Ja, dat is mooi. Ah, schrik ook. Oh, schrikt hij ook nog eens even. Jeetje, schrikt hij ook nog eens. Dus nee, dat was wel leuk. Dat was wel leuk. Is dat dezelfde auto van net? Nee, toch? Nee, dat is weer een ander. Nou, in ieder geval was dit even onze trip hier naar Hoek van Holland, jongens. En ook voor alle kijkers ga ik nog even leuke geinheid halen. En dan moet ik speciaal zo doen. Dan moet ik even hier gaan staan. En dan zeg ik, nou kijk eens, let op. Ja, dan moet ik allemaal weer editen, Ramon. Ja, oh, dan moet ik allemaal weer editen. Daar heb ik helemaal geen zin in. Geef me gewoon weer editwerk, hè. Geef me gewoon weer editwerk. Nee, maar... jongens, Hoek van Holland City. Was wel even leuk. Zo vaak kom ik hier niet in Hoek van Holland. Dus ik vond het wel eens even grappig. Ik was al een tijd hier niet meer geweest. Voor mij was ik hier de laatste keer geweest toen Marcel zijn rijbewijs haalde. En wat was het de laatste keer dat je hier ging? Volgens mij wel, voor mij was dat de laatste keer toen. De auto reed. Dus dat was wel, dat is wel grappig. Ja, nou, kijk eens wat een lucht, jongens. Ja, de goede zon. Kijk eens. Verderop zie je de zonsondergang, zie je? Ja, gisteren of ik nog een foto te maken. Mooi hoor. Nou, en voor de rest was dit het wel een beetje, jongens. Zo. Nou, was wel even leuk. Even een leuk uitje, even ja, tussendoor, even een leuk uitje. Ik vind het wel leuk om elke keer thuis, om thuis een vlog op te nemen, maar ja, dit is toch veel leuker dit. Dit is toch veel leuker dan elke keer maar een saaie vlog. En er zijn best wel leuke plekken hier in Nederland om een vlog op te nemen. Nou, hier nog een keer de bunker. En bunkeren, wat ze hier allemaal doen. Lachen man, daar zo lachen man. Ja, liever lachen dan anders, hè. Dat is wel. Een beetje iets te lachen hebben dan iets te huilen. Dat is wel. Even kijken.
ook even zo. Daar staat de auto. Dus dat was hem eigenlijk een beetje, jongens. Nou, ik zou zeggen, jongens, vonden jullie deze vlog leuk? Doe even de duimpje de lucht in. Als je nog niet geabonneerd bent, abonneer natuurlijk op It's Ultrex. Inmiddels 360 abonnees, dus het gaat de goede kant op. En ja, je weet het hier nooit, dus ik kijk maar even achter me wat ik allemaal weer hoor en wat ik allemaal wel weer zie. Ommetje Venetia. Vineta Duin. Marco Strand. Kijk, ik heb gewoon een eigen strand, heb ik. Kijk, Marco Strand. Ze hebben het alleen verkeerd geschreven. Het moet met een C moet dit zijn. Ja, precies daarom. Maar goed, ommetje Vineta. Dus, nou, in ieder geval hartstikke leuk, jongens. Kijk, hier heb je nog een keer. Die zien nog een keer de bunker. Nog grappig, hier stond ook die gekke auto van daarnet. Nou, we gaan. Nou, Ramon, kom nou eventjes. We moeten het even de afsluiting doen, want ik ga het, wij gaan weer terug richting Spijkenisse. Want wij moeten morgen weer vroeg op om te werken. Dat dan weer wel. Nou, jongens, ik zou zeggen, vonden jullie deze vlog leuk? Doe even dat duimpje de lucht in. Als je nog niet geabonneerd bent, abonneer natuurlijk op It's Ultrex. 360 abonnees heb ik inmiddels al, dus het gaat de goede kant op. Kijk, dat is helemaal super toppie. Druk op het belletje, dan worden jullie op de hoogte gehouden. En dan moet je even de aanklikken. Een V'tje aanvinken. Dan word je op de hoogte gehouden. Elke keer als er een nieuwe video of livestream is. Ja. Jongens, de groetjes hier vanuit Hoek van Holland. De mazzel, de balen, de ballen. Laat ze niet vallen, laat ze niet glippen. En ja, tot een volgende vlog. Komt er nog wel eentje, denk ik, tussendoor nog eventjes. En zaterdag, dan gaan we weer naar de Efteling. Ga ik en Ramon naar de Efteling. Kevin gaat waarschijnlijk niet mee, is nog niet duidelijk. Maar dan gaan we wel even kijken. Ja, jongens, de groetjes allemaal. En jullie weten het allemaal. Skabadi, skabadoe, skabadabadoe. Paf. Ik leg in de deuk, ik kan niet meer. Oh, ik moet zo lachen. Wacht even. Even overnieuw, ja? Take 2. Hey. Oh, kut, mijn bril. Hey, en leuk dat je kijkt naar weer een gloednieuwe vlog. Hier op It's Ultrex, de enige echte. Ja, ik ben op een bijzondere plek, jongens. En dan zou je denken, waar, op wat voor plek ben ik nou weer ergens? Ik ben in Hoek van Holland. Ja, ja, ik... Ik ben in Hoek van Holland. Ik ben in de woonplaats van Kevin, Kev Wright. En ik ben, kijk maar, ik ben helemaal in mijn uppie. Er is helemaal weer niemand met me meegegaan. Ik ben weer helemaal in mijn uppie. En weet je wat nou het geluk is daarvan? Je hebt geen vervelende gasten, weet je wel. Je hebt niet een of andere Kevin, weet je wel, abnormaal of zo. Je hebt geen achterlijke Ramon f*** in de buurt loop. Je hebt... Je bent niet te zien. Je bent niet te zien. Hallo, je bent niet te zien. Ik zie je niet.